ik denk dat dit wel een stuk gestructureerder is dan dat ik hiervoor heb gehad. En dat geeft wel een bepaalde rust. En ik kijk er heel erg naar uit om sowieso in een goede ploeg te rijden en meer internationaal te rijden. Dat heb ik de afgelopen jaren alleen gedaan met de selectie en niet met de ploeg. En dan zit je elke keer in een andere setting. En dan ben je echt een persoontje op zich in die wedstrijd. En dan is het heel moeilijk. Iedereen heeft zijn eigen doelen in zo'n wedstrijd als je als selectie rijdt. En nu ga je gewoon heel anders een koers in straks. Dus dat geeft wel een hoop rust. Dat zeker. Het is een heel erg grote stap naar de top, zeg maar. En wat heel erg spannend ook wel is, want het was eigenlijk altijd heel erg vrijblijvend en ik kon doen later wat ik wil. Wat ook heel fijn is en wat ook wel een bepaald relaxed iets heeft. Want als ik niet goed reed, dan was het gewoon, ik reed niet goed en klaar. Dan had ik alleen mezelf en mee, maar nu heb ik natuurlijk een heel goede ploeg om je heen. En niet om mij heen, maar daar sta ik in. Dus ja, je kan niet mee aankomen van ik rijd gewoon niet zo goed. Daar kan je niet mee aankomen elke keer. Dus het geeft ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid en wat wel heel spannend is. Ja, de Giro staat natuurlijk wel met roze letters in mijn agenda. Nee, maar het NK is natuurlijk altijd belangrijk voor jezelf. Het NK is voor iedereen belangrijk, die Nederlands is. En de wereldbekers zijn gewoon op zich altijd wel met een hoofdletter in je agenda. Maar dat is in zo'n ploeg natuurlijk heel moeilijk om je daar te gaan onderscheiden als je weet wat voor renses daarin rond te rijden. Dus maar ja, goed, een ondersteunende rol in zo'n wedstrijd kan natuurlijk al heel mooi zijn als je met de ploeg een mooi resultaat haalt. En als het niet lukt, dan is het nog, weet je, met de ploeg een mooie. Dus ja, ik moet dat echt nog helemaal goed gaan uitstippelen voor mezelf. En met Jeroen denk ik is goed om de tafel gaan zitten hoe en wat en waar hij mij het liefst gaat inzetten. En dan zet ik me daar 100% voor in.